In de afgelopen periode hebben zich onder scholieren meerdere gevallen van geweld, waaronder steekincidenten, voorgedaan. Dit is het Korps Politie Suriname niet onopgemerkt voorbij gegaan. Milton Bishop is woordvoerder van de politieorganisatie. Hij gaat in gesprek met de Communicatiedienst Suriname in op het beleid en de aanpak van het KPS wanneer het gaat om geweld onder jongeren en of scholieren. Onderinspecteur, u bent al enige tijd of een paar maanden bent u waarnemend hoofdvoorlichting van het Korps Politie Suriname. Als u terugblikt op de afgelopen periode, wat kunt u zeggen over de voorlichting van het KPS naar de gemeenschap toe? Nogmaals welkom. In ieder geval een algemeen plaatje, als we een prognose moeten maken, is dat er nog steeds dringend behoefte is, bestaat. De mensen, de samenleving, de burgerij heeft die informatie nodig. En let wel, informatie rakende verschillende aspecten, zaken die zich voordoen in de samenleving. Criminaliteit in de ruimste zin des woords. Maar ook een beetje zaken met betrekking tot afhandeling, zaken met een strafrechtelijk karakter. Maar ook normen en waarden. Dus het preventief beleid van de politie, zeer zeker wanneer wij kijken hoe zaken zich nu voordoen, dan is het sterk aan te bevelen dat wij de koppen bij elkaar steken samen met de externe actoren om het preventiebeleid te continueren. Oké, gesproken over het preventiebeleid. Er is natuurlijk ook een beleid toe naar jongeren. Kunt u aangeven hoe dit beleid eruit ziet? Inderdaad, toen ik nog aan de andere zijde was, jeugdzaken, hebben wij sinds 2017, 2016 gestart met de landelijke preventiecampagne. Nou, de mensen die daar zijn nu, moeten het continueren. Trouwens, ze zijn ook bezig, ja, ook bezig om de landelijke preventiecampagne misschien via andere invalshoeken, andere kanalen. Maar belangrijk is dat het jongerenbeleid, het jongerenpreventiebeleid, zeer zeker continuering behoeft. We zien ook de gedragingen, normen en waarden. We zijn ook getuige geweest van recentelijk nog criminele handelingen of strafbare handelingen van jongeren. Dus we zien, het is ongetwijfeld wat wij moeten doen of wat er zal moeten gebeuren. De politie zal het preventiebeleid en er zal een stukje vorm van agressiviteit met betrekking tot preventie, zodat de weerbaarheid op gang wordt gebracht. Trouwens, we zijn ook bezig hier van de afdeling PR om na te gaan. Ook met het ministerie van Justitie en Politie zijn we al geruime tijd bezig. De mensen van de voorlichtingsdienst, als ik het zo mag zeggen, bezig om te gaan kijken hoe kunnen wij de jongeren, maar ook de totale samenleving benaderen om toch de weerbaarheid, de bewustwording, vooral onder die doelgroep op gang te brengen. Oké, we merken een situatie de afgelopen periode, de afgelopen dagen en voornamelijk de afgelopen 2 weken, om het zo te zeggen, dat er veel gevallen van geweld onder jongeren en vooral steekincidenten zich hebben voorgedaan. Wat is er volgens u gaande? Het is treurenswaardig. Ik denk dat er een stukje macho gedrag, ja, meegaan met de negatieve stroom, beïnvloeding van buiten. Het zijn allemaal factoren die een rol kunnen spelen. Maar desalniettemin is de politie nooit in een hoorastemming. We zien, daarom komen we dan terug op dat gedeelte van preventie. Ja, er mag geen verslapping plaatsvinden. Maar alle actoren zijn nodig en daarom via uw platform. Het begint ook thuis. De man van de straat. Ieder thuis ook moet er worden gesproken met de kinderen. Want gedrag, normen en waarden gaat men niet altijd of gelijk in de schoolbanken, maar het begint thuis. Dus wij zeggen, we zien inderdaad een bepaalde trend. Ik kan het niet bevestigen of staven met cijfers. Maar in ieder geval is het wel een zorgpunt, omdat wij de afgelopen 2 weken hebben gezien, ja, dat jongeren negatief in aanraking zijn gewoon met de politie. Jongeren negatief op de beeldbuis, ja, zijn verschenen op het toneel. Maar wij zeggen, we moeten doorgaan. We moeten ook de jongeren erbij betrekken. En daarom hebben we ieder nodig. We zien het gedrag. Het gedrag vooral. Het gedrag van de jongeren. Maar we kunnen dat begrijpen. De tijd is ook veranderd zo'n beetje. We zien dat de sociale controle is nagenoeg. Ja, mensen zijn bang om de sociale controle uit te voeren. Omdat een of andere reden. Maar vroeger, ja, back to the basic. We moeten gaan waarbij we zeggen, we gaan veiligheidskleppen inbouwen. Op school, op straat. Maar thuis vooral, de basis
moeten wij leggen thuis. En daarom roepen we de actoren op die ermee belast zijn. Laten we gaan kijken, gezamenlijk. Laat het niet alleen voor de ouders, niet alleen voor de politie. Maar ik pleit ervoor, sinds 2015, dat op integraal niveau. We moeten dichter bij elkaar komen. De buurtorganisatie, de man van de straat. Ja? Alle actoren, en laten we nu een plan, met een plan komen. Want de politie is er. Die zal zeker optreden, repressief, wanneer het kwaad al is geschied. Ik zeg het zo mooi, mosterd na de maaltijd. Maar ik zeg nee, wij moeten voorkomen dat jongeren vervallen in de criminele circuit. Wij moeten ervoor zorgen dat, wat doen wij? Preventief is de politie bezig, maar het is, geloof u mij, niet voldoende. Ik kan me herinneren een paar jaar terug, 2018-19, had de KPS besloten om op de scholen controle uit te oefenen en waarbij ook schooltassen van de leerlingen scholieren gecontroleerd zouden worden op het voorkomen van wapens, steekwapens. Hoe staat het op dit stuk? De behoefte is er nog steeds. De spreker was de trekker van het geheel. Maar vanwege wijzigingen en zaken die niet op mijn bord zijn weggelegd of die buiten mijn competentie omvallen. Maar de behoefte is er nog steeds, omdat we zien dat zelf docenten zich zorgen maken wanneer jongeren met wapens komen, noem maar op, et cetera, et cetera. Maar het is een aangelegenheid van de overheid, het is op beleidsniveau. Maar in ieder geval is het mij wel bekend dat er een signaal duidelijk was gegeven. Maar op een gegeven moment zou men dan op beleidsniveau de zaak weer bespreken. Want dan, als u overgaat tot tassencontrole, noem maar op, moet u ook kijken, vallen deze zaken binnen de perken van wet en regelgeving. Maar inderdaad, de behoefte is er, maar het is iets op beleidsniveau en natuurlijk zal je ook het Openbaar Ministerie, de jeugdofficier, de vervolging in kennis moeten stellen. Maar preventie-wise kan je wel, maar bij constatering van die strafbare gedragingen. Ja, maar onderzoek, tassencontrole en dergelijke zaken, dat gedeelte is weggelegd in feite voor het Openbaar Ministerie. En natuurlijk in samenspraak met het Ministerie van Onderwijs. Wat de scholen wel kunnen doen, want dat heb ik ook gezien, ik heb het ook vaak gezegd, dat de regels, ja, je hebt een soort formule waarbij de regels, maar die regels, ja, of het schoolreglement, ja, is van de oeroude tijden. De tijdgeest is veranderd, dus het is ook aan te bevelen dat schoolleiders, ja, natuurlijk na afstemming met het ministerie van Onderwijs, dat het schoolreglement ook wordt aangepast, waarbij duidelijk wordt aangegeven dat wij er sancties zullen worden getroffen. Duidelijk een signaal de deur doen uitgaan om te laten zien, geen wapens, noem maar op, geen drugs, geen contrabanden, noem maar op, wat u wilt zetten. En dat de mensen zich houden aan de regels. En indien, ja, dat er sancties worden getroffen en dat er ook een afschrift wordt gegeven aan de ouders, de kinderen, waardoor je dan ook een stukje preventiecontrole kan uitoefenen. Er is ook een trend waarneembaar waarbij hangjongeren vooral en die schoolgaanden zich in de omgeving van school ophouden en die vooral in contact komen met de schoolgaanden en daarmee dat die groep dan beïnvloed wordt. Hoe kijkt het KPS hier tegenaan en wat kan de schoolleiding hier tegen doen? Bij de constatering kan de school altijd contact opnemen met de dichtbijzijnde politiepost. Ja, of een van de politiebureaus, want de politie is er, ja, dat valt ook onder ons corpus. Ja, orde handhaven, zorgen voor openbare orde en veiligheid, rust moet gegarandeerd zijn. En wanneer blij, want wij zien die gevallen ook, we zien ook dat op strategische locaties, ook in de binnenstad Paramaribo, er een soort verzameling of een samenscholing, ja, ontmoetingsplaats waarbij heel wat zaken verkeerd aflopen. Wat de schoolleiding kan doen, of wat de samenleving kan doen bij zulke dergelijke gevallen, gelijk de politie verwittigen, zodat de politie, hetzij repressief, maar ook preventief kan optreden. Ja? Want die beïnvloeding is er wel. En anderzijds moeten we ook zeggen, moeten we ook eerlijk zijn, dat we ook de kinderen, de studenten moeten meegeven. Laat u niet meesleuren met de negatieve zaken. Ja? Laat u niet beïnvloeden. U gaat zelf een beslissing moeten nemen. Het is heel belangrijk dat we in samenspraak die zaken doen. De school, ja, dichtbij zijn de school, kan in contact treden met de politie. En ik denk dat het ook handig is dat er
op frequent, regelmatig basis contact is tussen de schoolleiders en de resortcommandant of de buurtmanager, zodat die zaken effectief kunnen worden aangepakt. U ziet het weer, we moeten weer gezamenlijk, als we praten over jeugdcriminaliteit, als we praten over het preventief beleid, moeten wij gezamenlijk de werkzaamheden. Trouwens, er is ook een plan. Ja, er is ook een plan hoe om te gaan, hoe zaken effectief aan te pakken. Maar belangrijk is dat wij nu niet meer op onze eilanden blijven zitten. Want we zien, terwijl het gras groeit, ja, we zien die handelingen, we zien dat de agressiviteit onder de jongeren. En wij moeten nu aan de bel gaan trekken. En daarom zeg ik en ik pleit ervoor dat wij gezamenlijk het moeten doen. En daarom gaan we ook binnenkort in de verschillende buurten, ook in de districten. We gaan naar de mensen, ook naar de scholen. Die mannen van voorlichting jeugdzaken zijn bezig. Af en toe ga ik ook eventueel naar de scholen. Maar merendeels zijn we in contact. En we zien nog, vandaag nog heb ik nog 15 gevallen gehad van scholen. U ziet daar hoe zorgwekkend het is. En de behoefte aan preventie is broodnodig. U zegt, de politie zal naar de scholen gaan. Ja. Kan er zoiets bestaan van relatie, politie en jeugd? Ja, zeer zeker. Die relatie moet er zijn. Ja, de politie is geen boeman. De bedoeling is, en daarom heb je ook de afdeling jeugdzaken. Ja, dat is hun corbis, dat zij met de jongeren gaan praten. Ja, de buurtmanagers. Er moet een relatie zijn. De politie is geen boeman. Maar de politie is een dienaar van de samenleving. En het zou, de meerwaarde zou er zeker bij zijn wanneer de politie en de jongeren, ja, een frequente band hebben. Ze komen naar het politiebureau of anderzijds gaat de politie ook naar de scholen. Ja? En er ontstaat een man. En een primair wat ik ook wil geven, is dat ook enkele docenten het verzoek hebben gedaan. Het verzoek is reeds naar de korpschef gestuurd om zelf getraind te worden door de spreker. Om zelf de preventie op de scholen te geven. Zie daar hoe belangrijk het is. Zie daar hoe zorgwekkend het is. Waarbij de docenten zeggen, kijk, ik heb een team van 15, 20 docenten en wij willen ervoor zorgen dat de scholen, ook al kan de politie niet komen, maar we hebben de skills om die preventie te geven. En we wachten nog op de goedkeuring en zodra het feit is, dan gaan we ook naar buiten. Tot slot van de inspecteur, hoe vaak stappen jongeren uit zichzelf naar de politie toe om misschien aangifte te doen of informatie te halen, weten hoe het korps in elkaar zit. Door de jaren heen hebben wij toch, althans de spreker samen met de overige collega's die nu nog aan de andere zijde zijn, hebben we toch een lans kunnen doorbreken. Jongeren komen, we zien ook via op social media, want we zijn ook op social media, Facebook en WhatsApp, noem maar op, waardoor er toch interactie, dat ze toch af en toe komen. Maar niet alle jongeren durven nog te komen. Maar we zijn toch tevreden. Het gaat de goede kant op, waarbij we zien dat jongeren mondiger zijn geworden, mensen ook vragen wanneer ze met knelpunten zitten, wanneer ze met zaken zitten, maar ook wanneer ze slachtoffer zijn geweest. Ja? Dus we zien dat er toch zoetjes, mondjesmaat, ja, langzamerhand de jongeren toch proberen om informatie in te winnen bij de politie. Alhoewel het beter kan, ja, kunnen we toch zeggen, er is toch contact tussen de jongeren en de politie.